find me a star. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide? Don't you know you got it all? Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 30 april en ik ga zo meteen naar de Dutch YouTube Gathering. En ik heb er echt super veel zin in om heel veel van jullie kijkers hopelijk te kunnen ontmoeten. En natuurlijk June weer eindelijk te zien. En Maartje komt er zo meteen aan, want die halen mij op. En ik rijd met Maartje naar Utrecht toe. En het is nu 9:10 en Maartje komt me ophalen rond 9:15. Ik heb er heel veel zin in en ik ga jullie meenemen. Dus doe alvast een bladempje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer dan. En tot zo meteen! Nou, we zijn eindelijk aangekomen op de YouTube Gathering en we konden eigenlijk vrijwel direct gewoon naar binnen. En we hebben net al onze jas erop gehangen, nou tenminste alleen Maartje jas, want anders als zo meteen dan bijvoorbeeld naar de Mac of zo willen, dan hebben we geen jas en dat is best wel koud. En ja, maar we gaan nu gewoon naar midden denk ik en dan gaan we het allemaal wel zien. Ja. Nou, we stonden uiteindelijk ongeveer een kwartier tot 20 minuten in de rij en we hebben een bandje gekregen en ja, we gaan nu even een paar kijkjes spelen om te kijken of we kunnen meeten. Dus ja, ik hoop dat we kunnen meeten en ik heb er heel veel zin in. Nou, we lopen hier nu al een tijdje rond, alleen we kunnen echt helemaal niemand vinden. Die we zomaar willen mieten, maar we lopen dus nu zeg maar even helemaal terug en daar is die grote plattegrond. En dan gaan we daarvan kijken en een foto van maken zo, want ja, anders gaan wij nooit wat vinden. Dus laten we dat maar gaan doen. Nou, we zijn even teruglopen naar de ingang, want daar komen we elkaar gewoon niet verstaan. En we moeten even die plattegrond hebben, maar ja, wij kunnen hem dus nu niet meer vinden, want we weten allebei niet meer waar die was. Maar we weten zeg maar wel dat hij aan het begin was, maar we weten niet of het voor het hek was of na het hek. Dus ja, we zijn er even aan het wachten op June en zo, of die meiden, want we hadden een hele groep zo. Met wie we wilden meeten, alleen of daar nog wat van komt, weet ik niet. Want we zijn allemaal bij een rij, in een rij zeg maar bij meet and greet en dan, ja. Maar we hebben wel gewoon een paar jullie gewoon zien lopen. Echt? Oh ja. Ik dacht, Jochen, doe maar game. Hij zegt vet zijn. Ja, hij is nog kleiner dan Maartje. Maartje is zeg maar zo. En ja, het was heel raar, maar we moeten even kijken snel, waar ze blijven. Want ik wil wel graag meeten, maar ja. June! Nou, we komen net bij de meeting van Rutgerweg, maar we konden er niet meer bij omdat het echt te druk was. En we gaan bij de volgende meeting en die is van 5 tot 6. En we hebben net allebei een t-shirt gekocht. Ik heb laten we straks wel zien, maar we gaan nu naar de meeting van Rina. Wij in meeting 9. En welke is het? 9. Ja. Oké, nou we hebben eindelijk een meeting gevonden waar we dus heen houden. En wij zijn Rina. Och nee. Ik heb er heel veel zin in, we zijn er echt al bijna. Want we kunnen zeg maar gewoon doorlopen, dus ja. Thank you.
En ik ga er gewoon bij, dus ik heb gewoon een beetje geprobeerd gewoon. En ook zijn we nog met Cindy op het geweest, met Cindy Lee en met Sabrina. En dat was zo leuk. En we gaan even kijken wat we gaan doen, maar we willen nog wat tijd genieten. Hoi! Hoi! Maartje Hero wil naar de Mac. Per se. Ik heb honger. Maar dat is meer dan 10 minuten lopen. Dus dan moeten we even opzoeken waar het is. Want Maartje weet zelf ook niet waar het is. Nee. Maar die wil wel naar de Mac toe. Dus dat gaan we nu even zoeken, hè? Ik heb gewoon honger. En we moeten zorgen dat we om 2 uur terug zijn. Het is nu 1:15. En we moeten zorgen dat we om 2 uur terug zijn. Want dan hebben we de secret meeting. Besloten meeting van Nina. En daarna hebben we dan Julia. Van 4 tot 5. En dan tussen 4 en 5 hebben we niks. Maar dan gaan we waarschijnlijk ook nog naar Meet & Greet toe kijken wel even. En dan tussen 5 en 6 hebben we die van Rutger en daar moeten we heen. Want wij hebben shirt gekocht namelijk. En anders dan... 1 kilometer lopen. Nee. Dat is helemaal niet ver. 1 kilometer lopen, hè? Dat is heel ver. Ik moet dat is helemaal niet ver. Echt wel. Nee. Oké, maar wij hebben dus dat shirt gekocht en daar willen wij de handtekening op. Oké, daar gaan we heen. Denise en zo zijn er ook, maar we gaan nu naar de Mac toe, denk ik. Dus... Ja. Zijn we nu? Ja. Oh. Nou, wij zijn nu bij de Mac. Hoi. Wow, oké. Okay. En we hebben het eindelijk gevonden. Dankzij June. Maar we gaan er zo meteen nog naar Starbucks. Alleen hoe laat is het nu? Het is nu 2:55 en we moeten wel echt om 10:20 voor weer weg zijn. Dat we dan naar de meeting van Nina willen en daarna van Julia. Want we hebben tics zeg maar, voor de meeting van Nina. Maar we gaan nu eerst even eten. Dus ja. En ik sta nu naar Julia. Hoi! Wat leuk dat jullie allemaal kijken naar de vlog van Bo. Doe allemaal even een duimpje omhoog en abonneer je even hieronder. En het is echt een super lief meisje, dus ja, ik vind het heel leuk. Dankjewel en abonneer ook even allemaal op Julia als je dat nog niet hebt gedaan. Doei! Nou, we zijn nu weer binnen en we hebben net Julia ontmoet en dat is super leuk. En ze herkennen mij gewoon. Ik heb een heel erg lang gesprek gehad met haar Messenger op Facebook. Dus ik vond het super gaaf en we gaan nu naar de meeting van Nina. Alleen we zijn veel te laat, dus hopen dat het lukt. We gaan nu naar de meeting van Nina. Ja, we staan nu in de rij en we hadden zeg maar zo'n kaart voor een besloten meeting en niet meer in de t-shirts. Dus. Ja! Eindelijk uit vandaag. Wat hebben we gedaan, Bart? Ja, we hebben 2 nieuwe singles uit. En iedereen die 2 singles downloadt op Spotify. Op eentje, op iTunes. iTunes. Die mag eieren op ons ook gooien. Alleen vandaag hoor, alleen vandaag. Dus als jij nog eieren wil gooien, weet je het terug. Ja, heel graag. Ik ben zo groot, jij moet kijken.
zei nog steeds dat het ging rijden, maar ik kwam Jolie in. Ja, wel goed. Ja. En ik vind ze wel leuk. Ja. Ja, ik ga er snel rij staan. Ja. Ik was gewoon niet benieuwd naar de persoon. Doe een duimpje omhoog. Ja, erop pakken maar. Nee, niet. Dank je. Nou, ik en Maartje lopen nu terug. Nu afgeleid genomen van June, Dion en Mike en zo. Maar we lopen nu terug en we weten niet precies waar we langs moeten. Want ja, ik weet, moeten ik nu weet, naar de plek maar. Ik ben slim, ik denk nou, ik waar denk de auto stond. En, ja, ja. Ik ook tegen de muur lopen. Ja, geloof. Maar ik vond het heel leuk. Jij? Ja. Het was wel heel druk, weer. Maar mijn oren... Ik ben volgend jaar superfan ticket. Volgend jaar wordt Bo al beroemd. Nee. Dus iedereen even abonneren hieronder. Dan kunnen we gewoon als VIP heen. Ja, dan maar gaan we aan onze eigen meeting doen. En zie je in deze vlog en je bent nog niet geabonneerd, want het knopje is nog steeds rood. Maak hem even grijs. Dat is echt veel mooier. Dus ja. En we gaan even teruglopen naar de auto, denk ik. En dan zie ik jullie zo meteen in de auto of alweer thuis of ergens anders. Maar... ja, we gaan even lopen, want het is best wel koud en ik heb niet mijn jas aan, maar oké. Okay. Ja, inmiddels ben ik weer thuis en ik ben even buiten gaan staan, want binnen was het nogal rumoerig en ja, dat vond ik gewoon wat handiger. Ik heb even net mijn Veurtje shirt aangetrokken. Ik ben ongeveer nu een half uurtje thuis en de auto hadden we daar alleen nog even langs de Mac geweest en dat was het eigenlijk wel. Maar ik vond het echt super leuk en iedereen die naar me toe is gekomen, super leuk, dankjewel. En heb jij een foto samen met mij, stuur via DM, want ik ga een hele grote collage maken met alle foto's. En ik wou je nog even het shirt laten zien waar alle handtekeningen op staan. En dit is het first shirt wat ik gekocht heb. En op de achterkant staan de handtekeningen van Rutger, Denise en Thomas. En ja, ik vind hem heel erg leuk. En ik heb hem wel in mijn shirt gedaan, by the way. Maar ik vind hem super leuk en ik ben er heel erg blij mee. Maar ik ga dan nu even zitten en dan laat ik jullie even gewoon dit shirt zien. En wat ik verder nog heb en zo dus. Ja, nou, ik had dus mijn tas meegenomen. Maar dat is één groot chaos, dus daar gaan we niet allemaal doorheen. We gaan gewoon even de twee belangrijkste dingen doen. En het eerste is dit t-shirt van Rutger die ik gekocht heb met Furblus erop. Ik ben er heel erg blij mee. En op de achterkant heb ik gelukkig nog zijn handtekening kunnen scoren. Dus yes! En ik ga jullie nu voor de handtekeningen laten zien. En hier zie je dus alle handtekeningen staan van onder andere Denise, Rutger en Thomas. En ja, ik ga maar even omdraaien, want het werkt echt niet voor mij. Nou, ik heb dus dit shirt gekocht, maar dit niet alleen, want ik heb ook zelf een shirt meegenomen. En hier heb ik alle handtekeningen op laten zetten en ik ben er heel erg blij mee, want er zitten best wel veel handtekeningen op. Van onder andere Sabrina Poetri, meisje Jamila, een deel van het team van Dylan Hagens, behalve Dylan zelf. Want hij moest weg, want het was gewoon te druk voor hem. En ook nog van Zomaar en hier nog van Julia, want ik had met Julia van tevoren al een gesprek gehad en ze herkennen me gewoon. Dus dat vond ik super leuk. En nou, dan was dit eigenlijk al mijn stuffel weer van de Dutch YouTube Gathering. En dan was dit ook alweer mijn Dutch YouTube Gathering vlog. Ik hoop dat je hem leuk vond en vond je hem leuk. Maak mij dan alsjeblieft blij en laat mij dit merken door een bladempje omhoog. En
kunnen we gaan voor de 250 likes? Ik hoop het wel. En ik weet ook zeker dat jullie het kunnen en dat we het kunnen halen. En zit je deze vlog nou heel erg leuk te kijken, maar ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker weten snel, zo ben je altijd op de hoogte. En je kunt ook op dat belletje hier ergens klikken, zodat je al helemaal op de hoogte bent van mijn nieuwe video's. En je een belletje krijgt en je dus de eerste bent die mijn video's ziet. Ook wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik jou misschien volgend jaar te zien op Feed of The Dutch Youth Gathering. En ja, dat was dit mijn vlog. En tot de volgende keer. Doei doei!